Hey, ik ben Daan van Versus en ik heb hier van Slingshot hun nieuwe Sentry Bar. Slingshot heeft er wel gedaan om een nieuwe bar te maken, maar ze hebben ook echt wel een hele nieuwe bar gemaakt. Dus dat is wel cool. Ze hebben de bar nu, en dat is eigenlijk de belangrijkste feature, ze hebben de bar nu met dubbele PU-gekoten D-powerlijn, waarvan één de safety lijn is. En doordat er een dubbele PU-lijn door de bar zit, je ziet ook een dubbel bargat, draait de bar na elke rotatie als vanzelf uit. En wat ze daar ook voor gedaan hebben om dat super soepel te laten gaan, is hier onderin een ball bearing, oftewel een kogellager. En de kracht van de bar, van de kite, komt op die kogels. Maar omdat die kogels er open in liggen, kan het zand er heel makkelijk uitspoelen en blijft de kogellager gewoon helemaal vrij. Verder is Slingshot ook helemaal klaar voor 2021 en verder met hun click-in quick release. Dus hij werkt zoals je gewend bent en daarna kun je hem eenvoudig met één hand inklikken. Ja, dat zie je eigenlijk, alle merken zie je dat doen vanaf 2021 en dat ze daar naartoe gaan. Zoals je van Slingshot gewend bent van hun vorige barren, is de barstick wat dikker dan gemiddeld. Voor sommige mensen is dat heel fijn, anderen is dat niet zo, dat is persoonlijk. Verder hebben ze wel een upgrade gedaan aan de bar ends, die zijn nu zacht, dus surfboard vriendelijk. En ze hebben de floater uit één deel. Plus het elastiekje wat hierin zit. Daar kijk je snel overheen, maar dat zit netjes weggewerkt. Gaan we verder naar boven. Dan zit er een klemkliet trimmer op. Een beproefd systeem met een klemkliet origineel trimmer. Dus ook een degelijke trimmer. En een elastiekje hier aan het einde die je vast kan zetten aan de zijkant. Er zijn uiteraard fancier systemen, maar in onze ervaring werkt de klittenband en blijft het werken. Dus is dat eigenlijk gewoon een onwijs goed systeem. En een typisch Slingshot om voor dingen te gaan die jarenlang goed blijven werken. De lijnen die Slingshot gebruikt, die zijn echt al jaren legendarisch. En die lijnen, ze zijn wel helemaal allemaal wit. Alleen eigenlijk voor het snelkijken wat onhandig, maar verder helemaal prima. Maar ze zijn super, super duurzaam. Wij zien in de repair zeer zelden Slingshot lijnen door ouderdom stuk gaan. Het is eerder door contactschade. Verder is de bar in drie maten. Een 17 inch, 20 inch en 23 inch. 17 inch is voor de kites tot en met 9 à 10 vierkante meter. De 20 inch van een 9 tot en met een 13, 14. En de 23 inch, dat is echt een grote bar, die is er echt voor de grote lichtweer kites. Opvallend is dat Slingshot daarbij kiest om op de 17 inch bar, de kleine bar, slechts 20 meter lijnen te leveren. Daar zul je dus, als je normale 23 meter gewend bent, 3 meter extensions bij moeten nemen. De 20 inch bar heeft de normale lijnlengte, maar dan wel opgedeeld uit 20 plus 3 meter, dus 3 meter extensions. De 23 inch bar die heeft 27 meter lijnen uit één stuk. Dus dat is echt dedicated lichtweer. Nou, al met al, wat ons betreft, echt een topbar. Echt een favoriet ook in ons assortiment en ook echt klaar voor de toekomst. Super sluit vast op alle onderdelen. Ja, prima ding.